allemaal. Dankjewel voor het kijken. In het Nederlands dit keer. Wat een verrassing, hè? Dus ja, ik wil het over Karmakeer hebben. 18 mei om 7 uur 's avonds is iedereen welkom. Die is uitgenodigd, of die zichzelf heeft aangemeld. Erg spannend. Dat is over iets minder dan anderhalve week al. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik kijk er heel erg naar uit om bepaalde personen ook te ontmoeten. Ik voel dat de energie heel goed zijn. En ja, ik kan niet wachten. ik ben nog steeds zoekende naar de juiste investeerders met dezelfde visie. Die vol vertrouwen in mij hebben. Die ook graag hetzelfde zouden willen opbouwen als dat ik voor ogen heb. Daarvoor hou ik dus ook die presentaties. Om die mensen eruit te kunnen pikken die echt mij dan ook hebben leren kennen. En mij genoeg vertrouwen om ook echt mij een stuk land te laten kopen waar wij allemaal de garantie hebben om te kunnen wonen en onze passie te kunnen uitvoeren. Want we moeten dat dus ook samen doen. Dus hierbij, ik hoop dat gaat lukken in de eerste meeting of de tweede meeting of de derde meeting. Ik ga gewoon net zo lang door tot ik de juiste partij heb gevonden die mij genoeg vertrouwt om om dit te gaan doen. Natuurlijk zwart op wit de garantie dat jullie alles kunnen uitvoeren of jullie passie kunnen volgen en zo goed mogelijk kunnen wonen in jullie zelf ontworpen huis, voor all I care, hè, voor mijn part. Dus daar gaan we nu naartoe. Ik ben heel erg benieuwd om de eerste groep van 16 mensen, 16 partijen te ontmoeten. Heel spannend. Ik hoop dat jullie allemaal dezelfde visie hebben al. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. Ik weet dat ik op een paar mensen kan rekenen tot nu toe al. Dus laten we dat gewoon collectief gewoon gezellig houden. Ik ga een presentatie houden, niet al te lang. Een korte visie van Karmakeer. Waar we naartoe willen, wat we willen gaan uitvoeren. En dan wil ik jullie aan het woord laten ook. Ik wil weten wie jullie zijn, want ik weet wat mijn doelen zijn. En wat mijn intenties zijn, maar ik wil graag weten wat jullie intenties zijn. Dus vandaar dat ik die meetings ook hou om ook jullie energie te kunnen voelen. Ik heb daarnaast ook wat hoogsensitieve personen naast me die ook heel goed energie kunnen aanvoelen. Dus als de intentie niet juist is, dan wordt daar ook meteen doorheen geprikt. Maar daar ga ik niet vanuit, anders hadden jullie ook niet aangemeld. Dus ik ben heel erg benieuwd, nogmaals. Wordt erg gezellig. Ik zorg dat er hapje, dat wat er eten te drinken is. Dit gaat gewoon geweldig worden. Ik heb er vol vertrouwen in. Het universum en de engelen, om het zo maar te zeggen, mijn gidsen, die hebben het al aangegeven. Ook heel veel supporters en heel veel close friends, om het zo maar even te zeggen, die ook visioenen over Karmakeer hebben aangegeven dat het deze maand de maand gaat worden dat er een beslissing wordt gemaakt. Ik ga assertief zijn. Ik ga gewoon mijn doel af. En wat anderen ervan vinden, dat interesseert mij niet heel erg veel. De visie is groter dan menig kan denken. Daarom ben ik ook een documentaire bezig dus om te maken. Ik wil graag mijn visie heel goed ook op papier en via visueel en audio wil ik dat ook gewoon op jullie kunnen overbrengen. Dus ik hoop dat de documentaire in de loop van de week klaar is. Ik weet dat jullie er wat hebben op moeten wachten, maar er is veel schade gedaan door een corrupte USB-drive waar alle nodige informatie op stond. Ik kan hem niet repareren helaas, de scan-repair doet het niet. Dus dat is even een dompetje, dus ik moet alle documentatie, wat wel 30 gigabyte is, moet ik weer bij elkaar gaan zoeken. Dat geldt ook voor mijn andere documentaire. Erg jammer. Nou ja, ik kan er niks aan doen. Gelukkig weet ik nog grotendeels waar ik al die informatie vandaan heb. Dus het moet wel appeltje eitje zijn. Karmakeer, ik ben heel benieuwd naar de meeting. Ik wil jullie even updaten. Voor de rest in Amerika, ja, Joe Biden, hè, de gemaskerde acteur, daar klopt helemaal niks van. De top van zijn hoofd verdween terwijl hij voorbij de pers liep. Zijn armhaar, dat van blond naar zwart verkleurd naarmate hij ouder wordt, dat klopt niet helemaal. Wat is er aan de hand? Nou, ik denk dat we allemaal een grote show zitten te kijken. Dat is denk ik wat er aan de hand is. De Schumann-resonantie is gigantisch aan het pieken ook. Het is gigantisch sterk, gigantisch hoge energieën. En laat het gewoon lekker over je heen komen, om het zo maar te zeggen. Adem je er gewoon doorheen. Ik weet dat jullie veel last hebben van chakra-portals. Degene die vooral heel hoog empathisch en sensitief zijn. Blijf er doorheen ademen. Neem je rust wanneer het nodig is.
Ga jezelf niet meer stressen. Daar is nu niet de tijd voor. Ja, wat nog meer? Ja, dank jullie wel allemaal voor de crowdfunding. Het is nog lang niet genoeg. Maar ja, het is wel een start. Helaas leven we nog in het 3D-systeem, hè, met het gecreëerde geld. Ik hoop dat we naar een nieuwe valuta gaan en dat uiteindelijk al het geld weg zal gaan. Maar dat is nog wel, dat duurt nog wel eventjes, denk ik. Dus ja, ik denk dat mei wel een hele leuke maand wordt. In Amerika wordt ook een week vakantie aangekondigd zonder internet, zonder Xbox, zonder Netflix, zonder Instagram. Dus voor de 7 dagen, dus is dat misschien de 7 days, hè? Of blackout, want Q zei al, 17 zei al, dat ze vooruit liepen op een planning, ooit in een post, en dat het misschien minder lang kon gaan duren dan de 10 days. Dus misschien dat het met de week allemaal al geregeld is, dat weten we niet. Ik weet de data ook niet, dat ga ik niet voorspellen, want ik wil jullie niet teleurstellen. Mensen die data voorspellen, en het komt elke keer weer niet uit, hè, mensen, elke keer weer, hè. Ja, dan gaat er iets gebeuren. Whiplash, vorige vrijdag, dan gaat er iets gebeuren. Niks aan de hand. Dus nog niet op de front in ieder geval. Dus iedereen heeft zoiets van, ja, hallo, laat zien dan. Ja, en dat kan dan dus niet, hè. Want Q heeft, 16 plus 1, heeft dus ook al gezegd van, hey, luister, no outside communications. Dus iedereen die zegt dat hij hoge intel heeft van Q, dat is absoluut niet waar. Of 17, dan ga ik weer. Dit gaat mij een YouTube-strijk opleveren, denk ik, voor 2 weken. Ja, abonneer je daarom ook even op mijn BitChute en Rumble. Telegram-kanaal natuurlijk, join dat. Daar worden al mijn video's ook naartoe gepost, zodra ze online komen. Karmacure.com voor mijn website, voor de grotere goed, voor de mensheid. Om een mooie toekomst op te bouwen, zelfvoorzienend, vrij van energie. Van energiebedrijven zelfs, onze eigen energie natuurlijk, ons eigen voedsel, ons eigen water, noem maar op, en dat we onze passie kunnen uitvoeren. Het wordt een heel mooi concept, een concept dat nog niet eerder is geprobeerd in mijn ogen, en ik denk dat wij pioniers zijn, degene die erin meedoen. Dus ik hoop dat jullie mij vertrouwen, nogmaals. Ik hoop dat jullie ook de visie zien zoals ik die heb, en de documentaire komt eraan. Voor de rest, ik geniet. Ik flow lekker. Ik heb een heel leuk iemand ontmoet ook. Maar daar ga ik het niet over hebben. Dat is mijn privé. En laten we er gewoon voor gaan. En voor alle lichtwerkers en patriotten zeg ik, blijf de waarheid verspreiden. Dwing het niet op. Maar plant een zaadje sowieso. Blijf in balans. Probeer te werken aan je chakras. Waar heb jij last van? Waar voel je het? Zoek op wat jouw chakrapunt is daar, wat de chakra is die in de buurt zit. En ga daaraan werken. Er zijn allerlei soorten methodes om je chakras te healen, waaronder bepaalde kleur fruit eten. Dus het kan heel ver gaan. Ga jezelf ook goed gronden, zodat je alle hoge energieën, dat je die weg kan laten stromen in de aarde. Ga tegen een boom aan mediteren. Ga met je blote voeten door het zand of door het modder heen. Dat zal ook zeker van toepassing zijn op Karmacure. Ik weet zeker dat heel veel mensen blote voeten gaan lopen daar. Vooral in het lekkere warme land van Portugal. Karmacure. Als je een donatie wil doen van 10 euro tot 300.000 euro. Als je 300.000 euro doneert, kan ik meteen terug naar Portugal om het land te kopen en dan iedereen uit te nodigen. Dat ga ik dan meteen doen. We hebben genoeg land. Maar goed, dat heeft terzijde. Dat ga ik er toch niet vanuit. Ook al geloof ik er wel in, aan de ene kant, hè, universum, dankjewel. Maar je kan ons helpen dus met crowdfunding, dat is nu nog wel nodig. Ik hoop dat de global currency reset komt snel, dat we allemaal lekker onafhankelijk onze passies en dromen kunnen uitvoeren. Tot die tijd zullen we het altijd collectief samen moeten doen. Dus jullie donaties helpen heel erg. Dank jullie wel daarvoor, ik waardeer het. Heel veel zegeningen voor jullie. Heel veel blessings natuurlijk, hè? Het is hetzelfde. Heel veel liefde. Oké, ik denk dat het wel was. Ja, peace out. Doei.